Ik ben Khadija Hayati, ik ben 49 jaar. Ik woon al 45 jaar in Amsterdam en ik werk 40 uur per week in de schoonmaak. Mijn week ziet eruit werkdagen, maar ik doe ook heel veel vakbondswerk. En dat is zeg maar als actieve kaderlid ben ik bezig met het verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen het schoonmaak, maar ook daarbuiten. Als ik ga kijken in de loop der jaren wat er allemaal bij mij dan speelde, dat is echt, de zorgkosten zijn gewoon echt gigantisch omhoog gegaan. Mijn huur wordt gewoon jaarlijks echt gewoon ook duurder. Gas, elektra, maar ook gewoon die dagelijkse dingen, zoals je boodschappen, zoals de, ja. Als je kijkt naar je inkomen, het stijgt ietsje, maar het is niet vergelijken met wat er eigenlijk wel qua de dagelijkse dingen duurder worden. Rondkomen met één inkomen is gewoon heel moeilijk. Ik heb 5 kinderen, 3 inmiddels de deur uit en 2 zijn nog inwonend, 17 en 12. En ik merk eigenlijk zelf, wat ik ook heel spijtig vind, dat ik niet alles voor de kinderen kan doen, zoals sportvereniging bijvoorbeeld. Nou, mijn zoon die speelt wel voetbal, dat kunnen we ons nog, maar mijn dochter wel ook heel graag. En dat kan daar gewoon niet, omdat gewoon de kosten daar, dat is gewoon niet te betalen. Ik zelf verdien ongeveer 1500 euro, maar daarnaast mijn man een kleine uitkering van 400 zoveel, dus ongeveer 1900 euro netto. Als ik naar de uitgaven kijk, dan hou ik 300 euro per maand over. Om te kunnen leven. En daar zit je boodschappen, je kleding, je eventueel iets te doen met de kinderen, wat we eigenlijk gewoon niet kunnen doen. Mijn zorg is altijd van als er iets uitvalt, stel je voor de wasmachine, de koelkast. Nou ja, nu is mijn vaatwasser, maar dat is niet belangrijk, die kan ik laten staan door de vaat doe ik met mijn hand. Maar als mijn wasmachine zou uitvallen, dan heb ik gewoon een probleem, dan heb ik echt een gigantisch probleem. En ik kan dan die wasmachine halen, maar dat wordt weer een lening en dat wordt weer een schuld en dan wordt weer een zorg erbij elke maand. Dat doe je dan wel, maar dan heb je wel toch weer elke maand zorg erbij en elke maand een uitgave erbij. En ja, dat is wat ik heel moeilijk vind. Ik kan nergens terug opvallen. Ik zou heel graag af en toe gewoon echt iets leuks met de kinderen willen doen. Gewoon echt zeggen van oké, we gaan een dagje even wat buiten doen. Dat is gewoon, dat kan gewoon niet. Dat redden wij niet en dat gaat niet. Vakantie? Ik ben al, hoe lang? 7 jaar niet op vakantie geweest. Mijn boosheid gaat vooral van het wordt niet gezien en het wordt niet erkend. Als werkende dat je wel... Eigenlijk ja, niet helemaal armoede, want ik zeg zelf wat is armoede. Armoede is niet alleen brood op tafel hebben. Als je geen brood hebt, dan ben je arm. Nee, je kan wel brood hebben, maar je wil ook wel... Dat is eigenlijk het oude liedje, brood en roos. Dus je wil ook een keertje gewoon een roos kunnen kopen. En dat zit er niet in. En toen ik in de branche kwam en begon in het ziekenhuis, zag ik gewoon dingen. Het eerste respect naar de werknemer, zeg maar. We werden letterlijk niet gezien, we werden letterlijk als maar de schoonmaker geroepen. Toen was er een staking, toen die tijd, 2009, Schiphol. Dat is de eerste mensen die dan zijn opgestaan van hun rechten. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook mijn stem laten horen, ik wil ook iets kunnen bereiken binnen deze vak, dat het gewaardeerd wordt. En sindsdien ben ik heel erg actief en ik ben ook de voorzitter en de woordvoerder van alle schoonmakers van Nederland. Ik beloof dat ik samen met jullie zal strijden voor de rechten van andere schoonmaken van ieder mens. Tot heden gaan werkgevers pas aan tafel als wij erom vragen. Gaan werkgevers pas iets toegeven, dat weinigen pas als we echt onze stem verheffen. En als je waardering hebt voor mijn werk en respect, dan hoef ik dat niet te doen. Ik weet uit ervaring, ik weet uit mijn omgeving, en ook gewoon omdat ik binnen het vakbond deze werk doe, dat er zijn mensen die letterlijk gewoon echt in de ziektewet terechtkomen qua stress en alles. Gewoon omdat ze in situatie van of schulden komen, of gewoon niet rond kunnen komen, maar keihard werken. En daar heerst heel veel schaamte. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als het erkend wordt en als er over gepraat wordt, dat mensen misschien opener worden. Dat de mensen kunnen zeggen, ja, ik zit in die situatie, ik doe er alles aan, maar ik hoef me niet schamen, want
Ik doe wat ik kan en toch kom ik niet rond. Betere arbeidsomstandigheden, respect voor je werk en waardering. Maar ook natuurlijk een normale inkomen, zodat ik rond kan komen. Ik zeg, ik wil leven en niet overleven. En we zijn nu aan het overleven. En dat is niet de bedoeling. Ik vind dat gemeente Amsterdam, als je gaat kijken, mensen met een uitkering, die hebben meestal wel iets waar ze terug op kunnen vallen. Als een voorbeeld, wat we net benoemden, wasmachine stuk, dan is er altijd wel ergens een gat waar ze in kunnen. En dat ze... Maar als je gaat kijken naar werkenden, die vallen er net niet onder. Dus ik zou graag willen dat de gemeente daar bewust van wordt, dat ook die mensen ergens iets op kunnen terugvallen. En ook naar de werkgevers van bewustwording van, kijken we naar voor mensen bij jou op het werk staan. Komen er mensen rond met het geld wat ze krijgen? In het algemeen vind ik heel belangrijk in mijn leven dat ik gewoon een normale leven heb. Eigenlijk de zorgen niet aan mijn kinderen hoeven over te dragen. En daar is echt iets waar ik mee zit. Ik hoef als mijn zoon iets wel van een jas of schoenen, gaat hij naar de zus. Maar ik voel me verantwoordelijk. Dus dat zorg wel, dat is voor mij het belangrijkste. Ik heb jou op de wereld gezet, dus ik wil voor jou zorgen en niet die zus. En dat ik gewoon echt kan zeggen van, weet je, we pakken een dagje en we gaan weg. En dat je gewoon tot rust komt. En dit geeft jou tot rust, niet hoe wij nu leven. Ik ga door omdat ik denk dat, en dat heb ik ook geleerd mede door het werk wat ik doe en mede door de vakbond, van als je je stem laat horen, kan je iets veranderen, kan je iets bereiken. Dus vandaar dat ik ook heb gezegd, ik wil hier graag mee aan werken. Misschien kunnen we door deze methode toch onze stem laten horen en verandering brengen en elke klein beetje helpen. Dus vandaar dat ik niet opgeef.